Ja, hier zijn we weer, episode 11 van Minecraft Create. En de special episode 10 hebben we dit juweeltje hier gemaakt, maar hebben we niets van Create zelf gedaan. Dus in deze aflevering maken we de houtfabriek. En het belangrijkste van al, deze klok. We plaatsen chefs onder mijn huis, dan een waterwiel. En door een beetje waterflow heb ik Easy Stress Unit. And it's working! Anyways, laten we nu echt beginnen met de houtfabriek. We beginnen met de vault weg te halen die ik al eerder geplaatst heb in deze series. Veranderen van richting en veel groter maken. De oude zaag dat ik geplaatst heb mag ook weg. En we gaan dat in de binnenkant van de fabriek zetten omdat dat dan dicht bij de overkant van de machine is. Ik wil ook een paar andere dingen doen met mijn logs, dus daarvoor de extra conveyor belts. Ook aan het plannen waar ik mijn conveyor belts plaats. Ook heb je zo die typical trappen die je zo in een fabriek zou vinden, wat dat echt nice is. Soms zit ik heel ver te zoeken, voor iets te poweren bleek het dan easy te zijn. En ja, in case chain drives zijn handig. Ook had ik een beetje brass nodig voor brass casings te maken. En ik wil ook de transportban met brass casings decoreren. I mean, I look like a rich boy now, you know. Dus de stripped wood komt naar de overkant waar dat ik casings wil automaten. Ik wil niet enkel de stripped logs en casings veranderen, ik wil ook een deel sparen. Daarvoor kan ik deze tunnels gebruiken. Ja, die splitte items dus. Ook ga ik drawers van storage drawers gebruiken voor twee redenen. Eén als buffer chest en twee voor mijn items van de fabriek naar mijn chestroom te begeleiden die er nog niet is. En in de mine begin ik ook weer random te plannen waar dat ik een kamer ga plaatsen. Dat je niet zomaar binnenkomt in de fabriek en dat je direct in de fabriek bent, maar dat je eerst in de faciliteit bent. Mijn items worden in de drawercontroller slaves gestoken. Die connected zijn met trims aan de main drawercontroller die in mijn storage staat. Die ik nog altijd niet heb. Misschien in de volgende aflevering. Constant verander ik ook waar mijn conveyors staan omdat ik niet blij ben waar dat ze staan. Of hoe dat ze binnenkomen, of hoe dat mijn machines staan, of whatever, you know. Dat is vermoedelijk ook een reden dat iedereen in een aparte base zit, zodat niemand iets zet tegen zijn gedachten. Snap je? Ja, ik snap het. Transportband die naar boven gaan moet ook gepowered zijn. En ik wil het er niet bulky laten uitzien. Gelukkig kon ik het doen met twee gearboxes. Voor meer realisme plaats ik een support onder het platform. En ik wil hier nog een transportband tussen, maar dat gaat niet met die zaag. Door de hulp van Kai kon ik een rotation speed controller maken. En kon ik heel dit gedoe hier opruimen. En vervang door een simpele speed rotation controller. De leidingen zijn tijdelijk gelegd. Dus gaan we eerst een keer gaan bekijken als het werkt. En het draait de verkeerde kant op, dus plaatsen we hier een tussenstuk. En nu draait het de juiste richting op. Ik ga wel nog kijken voor het efficiënter te maken. Maar we gaan nu weer een beetje verder naar de overkant, waar we deployers gaan plaatsen die dan de andesite alloy, copper en brass plaatsen op de stripped logs. En deze hele contraption kan ik poweren door één shaft die omhoog gaat en dan in case chain drives te gebruiken voor de power ook op de conveyor belts te plaatsen. Plaats een vertical gearbox hierop voor de deployers en shafts hier voor de conveyor belts. En dat is dan heel deze contraption powered. Nu weer terug naar de overkant gaan we ook een fan plaatsen voor charcoal te maken, waarvan de diamonds kunnen maken. En ik plaats weer een paar trims voor richting mijn chestroom te gaan. Nu, we gaan een beetje verder werken aan de facility aan de voorkant met strips, oak logs, een spruce dakje erbovenop. Nu dat die kamer klaar is, terug naar de machine. En ik plaats een threshold op de vault, zodat ik lag reduce door de transportband te laten stilliggen als die niet vol zit. Redstone link is geplaatst en dan aan de onderkant plaats ik hier intussen een clutch, die dan met een redstone link weer geconnect is met de stripped logs. En door er dan right-click met een wrench op te drukken, wordt dit de receiver. Dus de clutch is gepowered. En als we naar boven gaan, legt de machine uit. Ik dacht, misschien is het een leuk idee om een stressometer en een speedometer te plaatsen. Voor daaruit dan een displayboard te kunnen maken die dan in de hangar hangt. Die mij info heeft over de machines. En lava voor de fan plaatsen. En dat willen we testen. Door het signaal te inverten werkt de transportband wel. En de particles gaan de juiste kant op. Dus dat is perfect. Nu moet ik ook nog drawercontroller slaves maken. Voor dan ook weer die kool eigenlijk en de storage te laten geleiden. Dus dat plaatsen we daar en hier. Aan de casing machine heb ik nu ook een item vault en conveyor belts geplaatst met een drawer waar dat de verschillende alloys ingaan. Dan op de item vault plaats ik brass funnels voor dan een filter te kunnen opzetten welk item er moet doorgaan. Hier aan de linkerkant, als je binnenkomt in de fabriek, heb ik nog een lege ruimte. En die ga ik gebruiken voor een manuele logstripper te maken.
We plaatsen eerst onze transportband neer en we gaan dan hier aan de linkerkant brass casings plaatsen. En daarop een drawer waar ik dan de items kan inputten. Die worden dan met een funnel eruit geleid op de transportband in de drawer controller sleeve gestoken. Dus normaal gezien zou deze locks kunnen veranderen in charcoal. Oh, artificial intelligence. En deze machines werken dus. Hier worden mooi uit de casings geplaatst. Maar ik zie dat de casings niet doorgaan op de conveyorbel. Dus dat ga ik wel uitzoeken. En ik zie ook dat mijn items niet mooi verdeeld worden over de drawers. Dus dat moet ik ook nog fixen. Ja, ik heb een kleine aanpassing hier gedaan. 25, 21 en 1. Dus. En. Oké, ze komen tot hier. Er zitten er twee in. 42 en 50. Dus dat klopt. I'm a genius. Nu gewoon nog dit probleem solven. Ja, maar ik moet nog aan het toilet komen. We de werk niet meer zien. Misschien in de basement. Dan in de basement is er een greenscreen. What the fuck? Don't ask about the greenscreen. Ja, wat ging je tonen van jou? Dat was van die chain drives dat ik dat gebruik. Oh, fuck. Ja, je moet de weg nog een beetje leren waar dat je moet drukken. Ja, ik heb er al een houthakker villetje aan. Oké, deze iron moet trouwens nog afgewerkt worden, want deze ster zijn als een hot dirt. Dude, heel de binnenkant van je buildings moet nog afgewerkt worden. Ah, je hebt er eentje... Ja. Is dat nu 16k per? Ja. En... Wat? Kijk, hier zie je hoeveel dat is. Want ik heb 147.000. What the f***? Ik wil ook geen torches, dus dacht ik, laat ik maar belichting hangen. En hier gebruik ik shroomlights voor die gechipt zijn. Ik heb ze dan één blokje horen hangen, omdat ze anders te dicht bij de grond staan. Toen Simon was langsgekomen, heeft hij gewoon gezegd dat ik hier een transportband kan voor gebruiken. Dus dat is nu ook in orde. En nog enkel de middenste machine die overblijft. En dat wordt de papiermachine. Sugarcane komt via hier binnen, komt op de transportband. Gaat dan hier ook geprest worden. Een transportband aan de zijkant als extra, dat ik sugarcane ook spaar. Ik ga die gelijk zetten en een beetje verder, dat die meer plaats in neemt. Hier komt dan de drawer op, met een funnel voor de items in te laten gaan. En case chain drives om deze press te laten poweren. En als ik wil, wil ik ook de machine kunnen afleggen. Dus wordt dat een andere powerline die de conveyor belt powert na de storage. Wel irriterend dat ik constant die range moet gebruiken voor de direction te veranderen. Ondertussen ben ik dan ook begonnen met een powerline voor de casing machine transportband te poweren. De transportband voor de entrances van alle drie de machines liggen eigenlijk puur op één lijn. Ik dacht dan ook voor de wood entrance te veranderen naar chain drives, omdat dat goedkoper is dan gearboxes. Vooral als ik een iron farm heb, maar die heb ik ook nog niet. Er zijn zodanig veel resources dat je nodig kan hebben in deze game, dat ik niet meer weet waarmee dat ik moet beginnen. En die zijn nu alle drie gewijzigd. Dan bij de sugarcane farm plaats ik hier ook weer een clutch tussen. En dan vond ik het een leuk idee om aan de toiletten te beginnen op voorstel van Simon. In de underground maak ik een tweede kamer aan de rechterkant van de trap. Dat zie jullie eigenlijk ook wel, maar oké. Dan wat ik ook door Simon weet, omdat hij bezig is aan het design van zijn bathhouse en daar kleine lockers in heeft gemaakt, dacht ik van, dit is ook iets die zou passen voor een toilethokje. Dus ik plaats vier walls op elkaar en plaats er dan vertical slabs tegenaan, waardoor die walls worden gestretched en dat lijkt een dunne wall is. En ik dacht, het is te klein, dus laat ik het maar één hoger maken. Plaats ik er ook nog een keer half slabs bovenop. Ik gebruik spruce voor de main pilaren en ook voor opvulling van de tussenmuren. Het dak vullen we op met spruce en dan plaatsen we half slabs als steun en dan vullen we die op met spruce nog een keer. Dan dacht ik voor een wasbak om een ster te gebruiken met vertical slabs er tegenaan. White glass ziet er het meest reflecterend uit en een waterbuck. Nu terug naar de machine. We plaatsen er een threshold op die ondersteund wordt. Met een redstone link met sugarcane, die we dan op de clutch kunnen plaatsen. We zetten die op receiver mode en dan stopt de machine. In de tussentijd ben ik ook naar de houthakker village gegaan en heb ik de storage aangepast. Heb ik drawers gebruikt, waar dat de items via de back binnenkomen en uit de vault naar beneden vallen door deze chute. Ik heb dan heel snel de locker room in elkaar geplaatst, met cabinets en white seats. Daarna ben ik dan begonnen met de rifter. Want ja, de werknemers moeten ook kunnen eten. Ik vond de groene blokken wel nice. Dan ben ik weer versprongen naar de machines. Waar ik verschillende redstone links wil aan toevoegen voor de machines aan en uit te zetten vanuit mijn office.
Ja, opeens moet je van Nether, van de Diamond Pickaxe naar de End gaan. Maar ja. Maar zelf, ik heb dat nog niet complete, omdat ik nog geen 12 Eyes of Ender heb gemaakt, omdat mijn maten dat gemaakt hebben. Ah ja, oké. Doordat je nu bezig bent over die challenges, ben ik nu weer gesidetracked naar iets anders, thank you. Dat is ADHD. Yes, opeens kreeg ik 5 challenges completed daardoor. Oh wait, nog een keer 5. Nog een keer 5? 12 Eyes of Ender gemaakt. 25 challenges unlocked. Nice. 30 challenges unlocked. 31 challenges unlocked. Ik heb nu ook een kleinere versie gemaakt van de Automatic Wood Farm voor birch en voor spruce. Ik heb nu zin om een decoration piece voor mijn office te verzamelen. Dus laat me maar gaan zoeken. Yes! Yes! Finally! Dat heeft mij dus 22 murmurs gekost. Jezus. Ziet er eigenlijk niet zo goed uit, to be honest. Wat is dat? Oh my god. Maar ja, goed. De kimono is niet gemaakt voor ik om aan te doen, maar als decoration piece. Maar dat het nu nacht wordt, gaan we ondertussen een rondleiding geven in mijn fabriek. Hè. En als we binnenkomen, komen we in de refter met mooie tafels, waar dat er een meneer zit een egg sandwich te eten. Heel lekker. Dan hier aan de linkerkant is er ja, een klein keukentje, waar dat we groen kunnen nemen, snijden, afval in de vuilbak smijten, in de handwas, de frigo, whatever. Dan hier een kleine kamer waar dat er niet veel staat, gewoon een paar plantjes. En als we dan naar boven gaan, waar dat de kimono gaat komen, een kleine wachtruimte. In de office komen we hier. En ja, dit is mijn office. En hier komt de mooie kimono. En dan hier aan de linkerkant, ook heel belangrijk, is eigenlijk de ja, redstone links die de machines verbinden. En hier kan ik dus eigenlijk manueel bepalen als ik bijvoorbeeld wil zeggen van oké, die machine daar moet stoppen of de koolmachine moet stoppen. Of heel deze contraption, de casing machine, moet stoppen. Of de sugarcane farm moet stoppen. Als we dan naar beneden komen in de kelder, aan de rechterkant hebben we de toiletten. En aan de overkant is dan de kleedkamer, waar dat er een meneer aan het veranderen is van kleren. En dan kom ik in de power room. Hier zie je dan de verschillende klutjes met de redstone link receivers. Als we de hoofdingang pakken, is er een heel pad voor eigenlijk een nooddeur. Deze volgen komen we hier in een deur buiten. En heb ik de parking aangepast. Dus ik heb nu 2 werknemers. Maar ik heb nog geen naam voor die werknemers. En ik heb nog geen verhaal ervoor. Dus vraag ik nu aan jullie. Geef mij een naam voor mijn werknemers. Geef mij een verhaal voor die werknemers. En ik kan dit noteren in het boekje voor mij. En dan, ja, dit is dan weer het einde van de video. Dus hopelijk vonden jullie dit leuk. Laat het weten door te liken, te commenten en te subscriben. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Goed? Bye.